U heeft een afspraak om met Mohs Micrografische Chirurgie huidkanker te laten verwijderen. Bij deze vorm van chirurgie worden tumorcellen heel precies weggehaald, waardoor de wond zo klein mogelijk blijft. De volledige behandeling vindt op één dag in meerdere rondes plaats. We raden aan om gemakkelijke kleding te dragen die niet over uw hoofd uitgedaan hoeft te worden. Tijdens de behandeling kunt u beter geen sieraden of make-up dragen. Daarnaast moet u een overzicht van uw medicatie meenemen en iemand die u na afloop thuis kan brengen. Deze persoon mag er de hele dag bij blijven. Het is niet nodig om nuchter te zijn en u mag gewoon uw medicatie innemen zoals u dat gewend bent, tenzij de arts u heeft gevraagd dit niet te doen. Bij binnenkomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de aanmeldzuil. Hier krijgt u een ticket waarop staat waar u naartoe moet. Op de afdeling wordt u opgehaald door een zuster, die u naar de arts brengt. De arts bekijkt de tumor en tekent hem af met een assenstelsel. Hierna wordt u plaatselijk verdoofd en wordt de huidtumor weggesneden. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Daarna gaat het weefsel naar het laboratorium en wacht u in de rustkamer op de uitslag. Dit duurt 2 à 3 uur. Als er nog tumorcellen in de randen van het weefsel zitten, is er nog een operatieronde nodig. De operaties gaan zo door tot er geen tumorcellen meer te zien zijn in de randen van het weefsel. Zodra de randen helemaal schoon zijn, bent u tumorvrij en kan de wond gehecht worden. U krijgt een verband om de wond en gaat aan het einde van de dag weer naar huis. Na de behandeling komt u soms terug voor het verwijderen van de hechtingen. Neem voor vragen contact op met de Polykliniek Dermatologie, download de patiëntenfolder of bekijk de veelgestelde vragen op erasmusmc.nl.